kijkers van Shine Sprites. Welkom bij eindelijk weer eens een vlog. Hoe lang is dat niet geleden, Justin? Denk wel een jaar of zo. Ja, ruim denk ik. Als het niet nog langer is. Ja. Misschien anderhalf jaar? Dat zou goed kunnen. Echt fucking lang geleden, ja. Wat was de laatste vlog? Was dat hier ook? Of was dat ergens anders? Harry Potter marathon, denk ik. Ah? Mm-hmm. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is echt lang geleden. Er is veel gebeurd. Het kanaal bestaat 8 jaar, Justin. 8 jaar. Naam is veranderd. Op YouTube wel met de hoofdletter? Twitch nu ook. Je kan als inlognaam alleen maar kleine letters. Ja. Alleen dan kan je als screennaam kan je dat veranderen. Dat is heel raar. Oké. Dus het is nu ook gewoon weer grote letters, zeg maar. Nice. Ja, de naam heeft meerdere betekenissen. Ja, en daar kwam jij mee. Dank u. Eventueel de sprites van Mario. Mm-hmm. En de sprites van Pokémon. Want je streamt daar nog steeds veel, hè? Heel veel. Ik denk minstens 3 keer per week. En man, welke games? Of is het elke keer Sword and Shield meestal. En nou gewoon de hele tijd die shiny method. Mm-hmm. En daarvoor gewoon andere shiny hunten. Wat is de kans op een shiny? En met die nieuwe method is het... elke Pokémon 1 op 100 en je komt 4 Pokémon tegen, dus eigenlijk per raid adventure 1 op 25. Oh, dat is best nice. Mm-hmm. Mm. En ik heb tot nu toe 2. 1 legendarische en 1 niet legendarische. Welke niet dan? Morpeko. Wie is dan? Eigenlijk de Pikachu clone van Sword and Shield. En die Rayquaza is wel dik, man. Maar je moet dus in principe elke Pokémon vangen, want stel hij is shiny. Mhm. Maar het zijn maar, als je gewoon heel veel Pokéballs koopt, gewoon elke Pokémon vangen. Wel jammer dat je het niet ziet in de raid. Mhm. Weet je hoe vet dat is? Zo fucking groot is. Ja, maar dan is het ook dan is het nog sadder als je hem niet kan vangen. Kun je ze soms ook niet vangen? Nou, als je het niet wint. Je hebt zeg maar, weet je wel, die 4 levens die je hebt bij een normale, dat heb je nu voor het hele spel, zeg maar. Ja. Voor de hele adventure. Of gaat je Pokémon dood, dan heb je een probleem. Dan heb je als team 1 leven minder. Dus wat als je van die stromboeken in je team hebt? Nou, dan ben je genaai. Dus je moet eigenlijk gewoon doen met vrienden? Online gaat het ook goed, hoor. Ik verlies me heel zelden. Je moet ook net geluk hebben dat je de goede Pokémon hebt, zeg maar, voor de legendarische. Want daar ga je meestal af. Je gaat niet af voor de legendarische. Is die legendarische dan extra sterk gemaakt dan ofzo? Ja, die is sowieso al iets sterker, zeg maar. Dus dat is een probleem. Je kunt toch gewoon die Dynamax doen en dan doe je sowieso al max wat er af kan gaan? Of heeft hij er nog steeds weer die shields en zo? Nee, die shields niet, nee. Dat zijn gewoon fucking veel HP dan. Hij heeft gewoon heel veel HP en je wacht zeg maar met de Dynamax, want je kan dus om de beurt, eigenlijk net als met gewone raid battles, kan je om de beurt Dynamaxen. Ja, maar kan maar 1 iemand, hè? Ja, kan maar 1 iemand. En kijk, als ik bijvoorbeeld geen super effective aanval heb, dan doe ik dat niet. En dan wacht ik tot de volgende beurt en dan gaat de volgende die wel een super effective aanval heeft, die doet dan Dynamax. Oh, dus maar 1 iemand kan tegelijk. Mm-hmm. Ik dacht bij die andere was gewoon iedereen kan er indrukken, maar degene die als eerste aan de beurt is, die wordt die Dynamax. Nee. Je kan, dat is bij die raid ook niet, bij normale raids. Maar ja, dat gewoon een anniversary, 8 jaar. Dat is echt lang geleden. Dat is zeker lang geleden. Toen waren we 16. What the fuck? Dus zaten we niet eens hier bij de Mac? Nee, niet met een auto, nee. Nee, want ik was 19 en had een rijbewijs of zo. Ja, en dat was de eerste keer dat we dat deden. Ja. Maar joh, hoe oud was jij toen je rijbewijs had dan? 20. Ja. Ja man, veel gebeurd. Zeker veel gebeurd. Ja, we zijn er in ieder geval nog. Ik weet trouwens, want ik zat toen ook in die Discord met die paar Nederlandse YouTubers die wij vroeger keken. Ja. Ik weet wie. Ja. En ik wou dus zo'n let's play op de achtergrond aanzetten, omdat ik toen ook dat spel speelde. Mm-hmm.
Maar hij heeft gewoon ook al zijn video's gewoon verwijderd. Ik denk van ja. Welke? Niet in wezen ook? Alles verwijderd, behalve zijn kanaal dan, zeg maar de video's op het kanaal zijn allemaal weg. Waarom hou je je kanaal dan? Displays heeft alles verwijderd. Nou, dat wist ik. Gewoon alles. Bijvoorbeeld dat ene dingetje. Kan je die Ninwezen niet meer terugvinden van Reznor? Oh. Wou ik dus net zeggen. Mm-hmm. Gewoon, ja, op zich best zonde eigenlijk. Ja. Maar ja. Voor deze angle, dat is omdat we geen betere plek hebben om de telefoon neer te zetten. Dat dan weten jullie dat. Ja. Goeie oude tijd. Toen waren we hier altijd op 1 uur s'nachts. Gewoon altijd komt een gaatje, man. En toen had ik nog mijn mes zo in de auto. Oh, ja. Dat zijn denk ik ook de leukste video's om terug te kijken. Als ik zou moeten kiezen. Wat, de vlogs? Ja, dat denk ik wel. Zijn wel heftig vlogs. Mm. Sinds kort upload ik ook weer wat meer op YouTube, want dat deed ik op een gegeven moment niet meer, zeg maar. Mm-hmm. Ja, nou toch ook die Eredivisie. Ja, nou, dat bleef ik nog wel doen. Dat is al 6 jaar aan de gang, zeg maar. Ja. Daar ben ik nog nooit mee gestopt. Maar verder deed ik sinds 1 januari eigenlijk al niks meer. En toen vroeg Jordi van de Subpar Guys. Vroeg, mm-hmm. Of ik weet niet of hij dat vroeg, maar hij kwam een keer in de stream. Toen hadden we het daar een beetje over. En toen kwamen we op het idee om samen een serie te doen. En die loopt goed en hij is leuk om op te nemen. En, welke serie ja. is het? Ja. Avatar Lock van Sword and Shield. Oh ja. Dus dat is wel echt leuk. Dus misschien ook wel een keer een idee om samen te gaan doen. Klinkt inderdaad best vet, ja. Mm-hmm. Nice. Ja man. Het is echt... Nuggets zonder saus is echt goor. Kunnen we wel even saus opdoen? Ja. Lang. Echt what the fuck eigenlijk, hè? Dan moet je nagaan dat voor die 8 jaar we ook nog Ace Down hadden. Yep, ook nog een jaar, ja. Weet je wie trouwens ook zijn gestopt? Oh, niet officieel. Die gasten uit Gamer, die Smoor. Die maken ook al fucking lang. Al heel lang geen video's meer. Volgens mij verdient hij zijn geld gewoon aan Instagram posten die. Ja, maar die andere twee gesponsord zijn, weet ik niet. En ze hadden die Ivo en dan nog die gekke Mark was toch ook gestopt al heel snel. Mm-hmm. Al sinds volgens mij dat Enzo niet meer bij hem woonde, al niet meer. Toen had hij waarschijnlijk in de gaten, oh, zonder Enzo kijkt er niemand. Shit. Ja, maar dan heb je een kanaal dat echt goed wordt bekeken. Mm-hmm. Verdien je je geld dan aan en je maakt vette content. Ja. En dan stop je. Dan denk je, wat ga je dan doen? Mm-hmm. Maar, ja, misschien dat ze iets anders nou doen of zo, maar stel dat zou dus niet zo zijn, dat zou toch fucking zonde zijn dan eigenlijk. Je moet de shit, net als Harry Potter, gewoon uitmelken. Ja. Nou, jij bent niet zo heel vaak meer te zien op Shine Sprites. Het is weer jammer, maar ja, we hebben gewoon überhaupt al niet zo heel veel tijd om te chillen. En als we dan chillen, dan kijken we Harry Potter. Hey, als ik s'avonds moet werken, ik weet niet hoe laat ga je meestal streamen naar jouw werk? Ja, meestal om 7:00. Ja, nou, ik heb de 3 avonddiensten sowieso. Mm-hmm. Als ik die avonddiensten dus niet heb, dan moet ik dus ook nog tijd inplannen met Oscar. Ja. Dus ja, dan wordt het crap. Yeah. En, ja, zo zit ik nog veel op Twitch. Maar ik zit nou meer op Discord weer een beetje, zeg maar. Ja, terwijl je in onze Discord eigenlijk nooit wat zegt. Nee. Terwijl onze Discord best wel de laatste tijd echt actief is, zeg maar. Ja, maar dat komt omdat ik dus ook de stream dan niet zie. Ja. Yeah. Dus dan, ja, voel ik me ook niet per se... Ja, hoe noem je dat? Ik voel me dan ook niet per se op de plaats om dan in het gesprek te mengen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ik snap dat wel. Oh guys, ik leef ook nog. Ja,
snap je dan denk ik. Maar het gaat niet altijd over de stream, het gaat ook gewoon over andere dingen, zeg maar. Dus daar kan je best wel mee. Ik bedoel, de hoofdkijkers die kennen jou allemaal, zeg maar. Oh, die missen mij, jongen. Muntbal, die mis je sowieso. Is Erik hier ook nog geweest? Nee. Hij was laatst één keertje, heel even. Ja, hij was nog echt mad aan mij geworden. Ja. Alweer? What the fuck? Nee, die was het altijd mad, ja. Heel vaak, ja. Heel vaak. Maar ja, het hoort erbij. Het hoort bij leven. Als ik dan even iets anders speel, zeg maar, en hij wil dan één ding doen. Ja. En ik kan dat ding dan niet doen, dan. Met die meters, dan speel ik een potje leak, nodig ik hem niet uit, wordt hij boos. Maar elke keer als ik hem uitnodig, dan doet hij niet mee. Ja, dus dan nodig ik hem niet meer uit en dan wordt hij weer mad. Dan denk ik, oh. Net GTS-T. Ja. Net GTS-T. Was er trouwens gisteren in Frankrijk of zo weer een aanslag of zo? Nou ja, daar was iemand in hoofd. Oh, ik weet het niet. Dat is gewoon normaal daar. Nee, maar dan kan je toch geen aanslag noemen? Dat één persoon is onthoofd. Ja, kijk, als iemand zichzelf opblaast en die neemt heel veel mensen met zich mee, dan vind ik meer een aanslag. Ja. Maar die ene dude die dude heeft onthoofd, was dat, want vorige week was er ook zo'n leraar onthoofd. Hoorde daar een beetje erbij? Of? Ja, volgens mij wel. Misschien niet echt direct gerelateerd, maar wel, hoe heet het, met dat in gedachten waarschijnlijk. Oh, echt heftig, man. Echt heftig. Yep. Ja, ik ben benieuwd wanneer het hier een keer gaat gebeuren. De ene dude die toen in de bioscoop die dat stelletje had neergestoken ofzo, of die poetsters, die was ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dus die krijgt gewoon TBS en geen eens celstraf. Oké. You did well. Of ja, juist niet. Waarom dat systeem zo werkt, weer wel. Yeah. Dat is echt heftig. Zou dit dan wel je ouders zijn ofzo, hè? Yeah. Een avondje naar de bios. Komt er zo gek. What the fuck. Ja, want hoofding is wel next level haat. Net Stark. Ja, maar dat is met een hakbel. Mm-hmm. Oh, dat moest niezen. Dat is met de hakbel, dat is gewoon met zo'n mesje of met zo'n zaagje gewoon. Dat is echt what the fuck. Want die ene leraar had gewoon in de klas van die cartoons laten zien van de profeet en dan word je gewoon de volgende. En dan denk ik, waarom onthoof je die leraar? Onthoof dan de maker van de cartoons. Yeah. Of onthoof het internet, die de cartoons publish. En juist omdat die gast dan wordt onthoofd, komt er nog meer aandacht voor. En weet iedereen van de cartoon waarom het zeg maar iedereen gaat die cartoon opzoeken. En dan gaat iedereen, oh, zijn er cartoons van? Het wordt dan alleen maar bekender. Mm-hmm. Yep. En volgens mij was het niet per se eens om die haat te zaaien, maar meer om te laten zien van kijk, er worden cartoons gemaakt. Of was het wel van... Ik denk dat het gewoon... Het was op school, zeg maar. Dat bedoel ik. Ik denk dat het educatief op een educatieve manier is. Als jij mensen en maatschappij, zeg maar, we kregen ook over godsdienst. Dat ligt dan zo gevoelig. Ik denk niet dat hij een cartoon laat zien... Jezus is een emo en die snijdt zichzelf of zo. Gewoon met een joker in of zo. Op een grappige manier, ja. Of dan beledigend is, ja. Nee. Het is een joke. Yep. Tja. Ja. Hey, een ander verhaal, hè? Maar ik knip het eruit als je het daar niet over wil hebben. Maar je moest een test laten doen. Oh ja. Knip! Nee. Nee, op mijn moeders werk was er iemand in haar ploeg die had dus corona. Ja. Dus haar ploeg moest in quarantaine. Ja. Ik woon met mijn moeder samen. Ja. En ik had klachten. Zij niet. Dus ik moest me laten testen. Dat was gelukkig negatief. Ja. Ik had toen gelukkig ook nog niet die sneltesten. Nu, als je moet laten testen, je krijgt zo'n sneltest, dan weet je meteen dezelfde dag. Ja. Dus en nu wou je er nog even gebruik van maken, zeg maar. Je moet gewoon afwachten op de test. Ja. Ja, ik kan er ook niet aan doen. Mm. Kijk, stel je weet op dezelfde dag of je het hebt, ja of nee. Mm-hmm. Je hebt het niet, kun je gewoon weer gaan werken. Ja, maar dat wou je niet. Niet per se dat ik het niet wou. Het is meer dat je moet houden aan de overheid. Aan de regels. Die regels maken we met z'n allen. En dat is een beetje het punt met corona. Je kunt het niet, als je het niet hebt en je laat jezelf testen. Hoe dan ook kom je over als iemand die het graag wou. Die niet wou werken, die zich ziek wou zijn. Kijk, ik
vond het niet zo heel erg om die paar dagen in quarantaine te zijn. Er zijn ergere dingen. Maar stel, ik had me dus niet laten testen en ik had het wel. Dan was het toch veel erger. Spreek je met z'n allen af. Maar op mijn werk heb ik ook wel een paar mensen zeg maar moeten laten gaan zeggen van dat we moeten laten testen zeg maar. Mm-hmm. Maar daar heb ik geen enkele bij gedacht van oh die doet het alleen om vrij te zijn zeg maar. Ik deed het ook niet alleen om vrij te zijn. Nee, dat snap ik. Maar ik vond het ook niet super erg om vrij te zijn. Dat zou ik ook niet erg vinden, maar ik snap wat je bedoelt. Maar kijk er niet naar. Ik vind het alleen maar goed als mensen zich gaan laten testen zeg maar. Ja, ik kreeg daar dus wel een preek over toen ik weer terugkwam. Ja, dat was fucking heftig. Ja, dat was echt heftig. Ga ik niet zeggen waar ik werk. Alleen ik kwam dus daar en die man die zei dus dat ik een verkeerd beeld had geschetst bij en dat hij dus wat duidelijkheid wou. Want hij was dus van de instelling dat mijn moeder dus niet moest laten testen en dat was dan raar. Ja. En ik zei, mijn moeder had geen symptomen, maar ik had dus wel symptomen. Mm-hmm. Zij moest ook gewoon testen, dus ik weet niet hoe je hierbij komt. Ja. Mm-hmm. Al zou zij niet moeten testen, als ik symptomen heb, moet ik gewoon alsnog testen. Dus... Maakt niet uit wat er eventueel bij je moeders werk is, op het moment dat je het symptomen hebt, moet je gewoon testen. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij gewoon, eigenlijk wou hij gewoon de testresultaat zien van mijn moeder, omdat hij het niet geloofde, zeg maar. Okay. Dus ik zei, dan moet je dan aan haar vragen, dat is niet aan mij om aan jou te laten zien, maar je mag mijn test wel zien. Mm-hmm. En toen was het van, dan moet je dus naar je teamleider en dan moet je dus tegen diegene dus dit verhaal vertellen, want die geloofde het dus niet. Dus toen zei hij zo, dismissed. Dus ik zo, kijk zo naar buiten, ramen, ik zo, de mist. Huh? Mm-hmm. Hij zo, nee, dismissed, als in het leger. Ken je dat niet? Ik zo, jawel, maar we zijn toch niet in het leger? Nee. En toen liep ik aan, ik dacht, what the fuck is dit nou? Ik voelde me ook helemaal zo, het voelde niet fijn. Dus ik loop naar boven, teamleider, hey, what's good? Ze zo, yo, ik zo, ik ging dus net op gesprek bij Piep. Ja. En hij zei dit, dus, huh? Ja. Zij zegt, oh nee, ik wist het wel, maar hij wist het niet. Dus we wijzen elkaar aan. Ja. Dus uiteindelijk alsnog, wie, geen idee. Ja. Dat was echt heel flauw. Ja, maar what the fuck. En hij zei dus ook het argument, omdat dus die iemand ook nog op vakantie was, mm-hmm. dat het niet handig uitkwam en bla bla bla. Ik zei, ik kan daar ook niks aan doen, hè. Nee. Ik bel RIVM of dat nummer en hun vragen, stellen vragen. Mm-hmm. Ik beantwoord die vragen met antwoorden. En hun zeggen, het zijn symptomen, dus laat je het testen. Ja. Tot die tijd blijf ik quarantaine. Kan ik dan toch niks aan doen, al is iedereen op vakantie. Precies. Dus ja, dus hij zei allemaal van, snap je dat dan veel druk geeft en zus. Ik zei, stel je had het wel en je had er dus niks om gegeven. Had iedereen daar nu gehad, had je alsnog dichter moeten, dus ik weet het niet. Daarom vond ik het ook een heel raar gesprek. Ja, ik zat daar echt zo van, wat had ik dan moeten doen? Het kwam er eigenlijk op neer, omdat je het niet helpt, foei. Zo voelde het voor mij, zeg maar. Mm-hmm. Oh, en we denken dat je erover loog. Mm-hmm. Dus ja, dat was echt mooi. Dus binnenkort? Nee. Maar als je geen corona hebt, hè jongens, dus als je negatief bent getest, nu, kun je altijd nog volgende week ook weer negatief testen. Krijg je weer opnieuw symptomen, moet je gewoon weer laten testen. Mm-hmm. Moet je er misbruik van maken? Nee. Nee. Maar heb je symptomen, snotneus, moet je weer laten testen. Verkouden, koorts, schijf even een half uur onder de douche staan, 50 graden, meten. Oeh, ja, foto. Er zijn allemaal manieren. Nee, maar dan maak je het voor jezelf wel moeilijk. Alleen ik dacht wel van, ik had serieus symptomen. Mm-hmm. Dus dan neem je het zeker voor het onzekere. Mm-hmm. En dan krijg je meteen al de gedoe zo. En denk je van, ja, dat is wel een beetje heftig, ja. Met zo'n bak kots gewoon. Ja. En bij jullie, gaat het bij jullie daar wel anders, beter, slechter? Nee, we hebben nu twee keer gehad dat iemand, in ieder geval bij mij in het filiaal, dat iemand moest laten testen, zeg maar. Iemand die appte mij gewoon van, oké, ik heb nu sinds deze ochtend heb ik klachten, ik wil me graag laten testen. En dat had ik ook gezegd op het moment dat ze dat niet zelf had voorgesteld. Mm-hmm. Maar dan kan ik niet komen. Zeg maar, dan snap ik, ik krijg wel wat anders. Ja, daar doen we niet moeilijk over. Iedereen is al volwassen zat dat ze daar niet voor de grap doen, zeg maar. Ja, want er was wel op het nieuws dat heel veel mensen die kracht gebruikten om de dingen uit te komen. Wat Maar ja, ik denk dat. Dus zeg maar.
als je dan onder de jongeren gaat kijken. Mm-hmm. Ik heb me ook wel een keer ziek gemeld op school dat ik niet ziek was. Mm-hmm. Is het iets nieuws? Ik denk dat iedereen wel een keer... Het is zeker niet iets nieuws. Nee, ik denk dat iedereen wel een keer... Maar alleen weet je, bij dit vind ik wel zo, er zijn al niet super veel testen. Dus dan kan je beter die testen overlaten voor mensen die het echt nodig hebben dan voor jezelf. Ja, tuurlijk. Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja, dus dat is de corona. Ja. Laat je jezelf vaccineren? Als die vaccin er is wel, ja. Echt meteen? Denk het wel. Dus niet even wachten? Wat moet ik wachten? Oké. Okay. Of ben jij lang Frans geworden? Nee. Kijk. Als een onderzoek een jaar duurt. Ze zijn een jaar bezig met de vaccin. Mm-hmm. Hoe kunnen ze bijwerkingen zien die optreden na 2 jaar? Nee, maar de bijwerkingen, die duurt toch niet 2 jaar voordat je er een keer wat van merkt? Ik heb geen idee. Daarom duren die dingen meestal ook tering lang. Omdat ze zeker willen weten dat er geen rare complicaties oplopen. Okay. Die ene baarmoederhalsprik, weet je wel, voor die vrouwen toen, onze generatie toen, zeg maar. Dat was eigenlijk een soort test, zeg maar. Hè. Het was niet bewezen dat het hielp of dat het niet hielp. Baarmoederhalskankercijfers zijn niet per se gedaald, zeg maar. Okay. Omdat het ook gewoon nog veel te vroeg is om te gaan kijken daarmee, zeg maar. Mm-hmm. Als je iets hebt, als ik jou medicijn geef en je kijkt maar een jaar, weet je toch niet wat er over 2 jaar kan gebeuren door medicijn. Ik zou het wel willen nemen, zeg maar. Want ik zou niet ziek willen worden of overlijden aan corona. Nou, ik vind het wel... Ik vind het ook gewoon een fijn idee van... Dan kan ik gewoon de dingen weer doen die ik wil doen, zeg maar. Snap je? Dan kan ik laten zien, ik heb een vaccin gedaan. Laat mij gewoon mijn ding weer doen, zeg maar. Nou, zo'n vaccinpaspoort. Ja, yes! Nice. Ja. Ja, en ik denk, als je met een vaccin komt, dan ben je steenrijk. Ja, als het werkt. fucking rijk. Al het onderzoek kost ook wel veel, maar iedereen op de wereld wil het dan. Ja. Yeah. Ik denk dat je dat er al uithaalt hoor. Gewoon iedereen. Ja. Yeah. Gewoon zelf die negroïde man om de hoek. Dat is net een woord voor. Dus dan mag je. Ik weet niet of dat een net woord is. Ja, dat is serieus een net woord voor, hè? Okay. Het is gewoon hetzelfde woord, maar dan met ide erachter. Ja, dat is net een woord ervan, zeg maar. Is zeg maar beledigen. Ik knip Oide er straks gewoon uit. En dan zegt, kijk zo, Justin zegt, ja, maar als je zeg maar, stel, ik zou nou zeggen, poep. Is poep beledigend? Gaat het om de intentie van. Nou, maar daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Een woord op zich, op zelf? Nou, daar ben ik het 100% mee eens. Zo denk ik er ook over, man. Dat is een beetje het probleem in deze wereld. Zal ik zeggen, Hitler. Is het woord Hitler slecht? Nee. Als de man Adolf Hitler, is dat een slechte man? Ja. Maar is het woord slecht? Nee. Het woord is het woord dat wij gebruiken als vorm van communiceren met elkaar. Zodat wij weten over wie we het hebben. Over die slechte man. Maar zijn naam is niet slecht. Nee. Ik ga lesgeven op school. Hier, dit zijn strips van Hitler. Nieuwsflash, jongen van 24 jaar. En dan zo'n vest aandoen met hier allemaal ijzer zo. Nee. Ha, mislukt. Of zo'n Wolverine en dan zo'n regenerator. Nice. Nou ja, man, het is echt heftig, man. Echt heftig. Maar op zich is het hier in Nederland nog wel rustig gebleven dan, eigenlijk. Niemand op het hoofd. Nee. Ik werd ook altijd in Frankrijk, ja. Mensen van het hoofd agenten neergestoken. Mag dat ook al niet? Ja, misschien trouwens, vorig jaar waren er toch een paar mensen opgepakt die aanslag wouden plannen. Op zo'n kerstmarkt of zo. Ja, heb ik niet echt gevolgd. Ik heb wel op een gegeven moment natuurlijk die aanslag in Utrecht. Tenminste, aanslag, dat was gewoon een man met een gun volgens mij een tram inging en om zich heen begon te schieten volgens mij. Oh ja. Wij noemen hem Pistolen Bob.
Dat is wat fijn zo. Ik noem hem Witte Pantera. Nou, die rietje wordt ook helemaal zacht en zo. Ja, klopt. Het zijn echt rotrietjes, weet je dat? Nou, dan moet je een nieuwe bril, denk ik. Nee, ik gaf jou ook een knipoog. Ik snap het wel. Dat snap ik wel. Heb je trouwens thuis nog wel Monster? Tuurlijk heb ik Monster, ik wist dat je kwam. Oké. Heb je wel lekkere Monster? Ik heb voor jou een Riad meegenomen. Nee, natuurlijk niet. Wow. Die kopen ze volgens mij. Anders ging ik gewoon naar huis. Die Riads zijn echt goor. Yeah. Het zijn... Dat is gewoon net zo geworden wat jij nu in je beker hebt. Dat is namelijk hetzelfde. Het is gewoon ijsthee. Hier zit nog prikkel. Ja, oké. Maar die rehab? Nee, er zit geen prikkel. Ja, een beetje zo... Ook weer niet. Er zit zo'n klein bruisje in. Snap je wat ik bedoel? Het is niet dat je helemaal niks voelt, maar je voelt gewoon een beetje zo'n vies goor laagje. Ja, zeg maar, ik vind het ook echt heel vies. Gewoon als je zeg maar... Nee, ik heb die helemaal groene meegenomen. Nice. Als je... Nee, eeuw. Nee. Dus zeg maar, als je nou naar een sloot gaat en je drinkt van die sloot, dan voel je eerst gewoon die bovenste laag op dat water. Lekker allig zo. En dan pas voel je de smaak. Dat heb je dus met rieën. Ja. Alleen dan zit er fucking veel suiker in. Nee, ik heb gewoon groene. Nice. Zo gaan? Gooi ik deze wel weg bij iets. Dat is goed. Bedankt voor het kijken van de anniversary vlog. We gaan zo meteen lekker streamen. Onthoofd ons niet. Nou, onthoofd mij niet. Oh. Doei!